Ja, vaak dat we klein geschapen zijn. Dat ik soms wel word vergeleken met, nou ja, de geisha's, terwijl dat niet eens Chinees is. Onderdanig, zeg maar. Dus heel onderdanig. Vrouwelijker misschien. Ja, in ieder geval niet als een echte stoere man. Nog even en ik ga roepen, jongens, ik heb geen bom in mijn tas of ik hoor er niet bij. Ik word gestraft eigenlijk voor iets wat ik niet verdien. Dat er vooroordelen zijn, precies, dat er voordelen zijn over Surinamers en die bevestigt hij. Ja, exact. Ja, nou goed, dus hij ligt heel erg op zijn nest. Dat is toch heel generaliserend? Natuurlijk is het generaliserend, maar goed, dat doet hij zelf toch ook. Hij zegt, ze gaan een broekje kopen en hij zegt, het is een Gerard Joling broekje. Ik stond daar, was er klaar voor. Groep 7 en groep 8. En ik stel de vraag, wat is mijn lievelingseten? Dadels, couscous en baklava. Oké, okay. Elke dag hè, dat ik dit elke dag eet. Dit zijn vooroordelen. Waarom hebben we eigenlijk vooroordelen? En hoe komt het dat mensen discrimineren? Om te begrijpen waar discriminatie vandaan komt, is het belangrijk om te snappen wat stereotypes en vooroordelen zijn. De drie termen, stereotypes, vooroordelen en discriminatie, heb je vast wel eens voorbij horen komen als het over racisme gaat. Deze concepten lijken misschien op elkaar, maar vormen losse bouwstenen van het probleem. Ze hebben betrekking op ons denken, voelen en doen. Laten we eerst kijken naar hoe we de wereld tot ons nemen. Wanneer onze zintuigen iets waarnemen, worden automatisch kenmerken ervan geregistreerd. Dit gebeurt onbewust, zodat we niet steeds actief over alles na hoeven te denken. Om deze binnenkomende informatie zo snel en effectief mogelijk te verwerken, delen onze hersenen het op in categorieën. Deze categorieën bevatten elk een samenvatting van informatie. De hersenen werken ook associatief. Zodra we informatie binnenkrijgen, worden onbewust de linkjes die wij ermee in verband brengen geactiveerd. Op basis hiervan anticiperen we op wat we verder kunnen verwachten. Laten we eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Wat is het eerste wat in je opkomt als je dit ziet? Toen je deze appel zag, registreerden je hersenen direct dat het om eten gaat. En specifieker, een vrucht. De kans is hierdoor groot dat je aan een andere fruitsoort dacht. Zoals een peer, een banaan of een andere vrucht. Best logisch, toch? Oké. En wat komt er in je op als je dit ziet? Bij dit logo kan je aan van alles denken. Een voetbalspeler, Rotterdam of een kennis die fan is. Naast deze globale informatie wekt dit logo ook bij sommige mensen emoties op. Voor de een zijn deze positief, voor de ander negatief en sommige mensen laten het koud. Misschien is het een beetje voor de hand liggend. Je ziet iets, je herkent het en je legt verbanden. Op deze manier verwerken je hersenen letterlijk alles. Van etenswaren tot muziek en van voertuigen tot planten. En dus ook de mensen om jou heen. Wanneer we een ander persoon zien, registreren onze hersenen kenmerken als geslacht, leeftijdsgroep, huidskleur en etniciteit. Op basis hiervan categoriseren we mensen tot de sociale groep waarin we aannemen dat ze horen. Dit proces heet sociale categorisatie. Vervolgens wordt er informatie geactiveerd die we met deze groep associëren. Het beeld dat wij van sociale groepen hebben is soms gestereotypeerd. Een stereotype is een gegeneraliseerd beeld over de eigenschappen en kwaliteiten van leden van een bepaalde groep. We nemen dan aan dat zo'n beeld voor de hele groep geldt. Vaak zijn stereotypes gebaseerd op een overdreven beeld of bepaalde kenmerken die erg worden uitvergroot. Bijvoorbeeld over hoe leden van een groep eruit zien. Jongens hebben kort haar en meisjes hebben lang haar. Of wat ze leuk vinden. Meisjes spelen met poppen en jongens houden van voetbal. Deze stereotypes bepalen ook de gedragsverwachtingen die wij hebben. Meisjes zijn lief en jongens zijn stoer. Je hoeft er niet lang over na te denken dat dit niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Maar op welke informatie baseren wij eigenlijk ons beeld van anderen? Ons wereldbeeld wordt vanaf de geboorte gevormd door wat we meemaken en waar we over leren. Door wat we zien, horen en lezen, puzzelen we ons leven lang informatie aan elkaar om de wereld te begrijpen. Zelf hebben we de meeste informatie over de sociale groep waar we van uitmaken, onze ingroep. En de groepen waarmee we vaak in aanraking komen. Het beeld dat we van overige groepen onze uitgroep hebben gecreëerd, komt voort uit een combinatie van directe ervaringen. Maar ook door indirecte verhalen van anderen of bijvoorbeeld beelden in de media. Wij verzamelen informatie over hun uiterlijk, gedrag, normen en waarden en andere eigenschappen. Op basis hiervan wordt ons totaalbeeld gevormd. Hoe diverser de informatie die we hebben, hoe breder en realistischer ons beeld wordt. De dominante groep binnen de samenleving heeft hierbij het voordeel dat er veel informatie over hen beschikbaar is. Men heeft dan een breed beeld over wat het inhoudt als iemand tot die groep behoort. En dan kom je al snel tot de conclusie dat niet iedereen uit die groep hetzelfde is. Als we niet veel met de bepaalde groepen te maken hebben en dus niet zoveel van hen weten, hebben we dus eigenlijk weinig informatie om ons beeld op te baseren. Hierdoor ontstaat er een gelimiteerd beeld. De ideeën die we dan over een bepaalde groep hebben gelden misschien wel voor een deel van de groep, maar worden soms onterecht aangenomen voor de gehele groep. Dat wordt generalisatie genoemd.
Zulke generalisaties leiden tot een gestereotypeerd beeld. Stereotypen worden in stand gehouden telkens als we ze toepassen of weergeven, bewust of onbewust. De weergave van stereotype beelden is een uitgebreid en interessant onderwerp wat Rationeel een andere keer zal behandelen. Het beeld wordt ook door onszelf in stand gehouden. Door de menselijke neiging voor bevestiging. In het Engels, confirmation bias. Dit is het fenomeen dat wij voorkeur geven aan informatie dat binnen de kaders van ons huidige beeld valt. Zowel in het opzoeken als in het onthouden van informatie. Daarnaast dient ook elk beeld dat hiermee overeenkomt als een bevestiging. Maar beelden die het tegendeel bewijzen, die vallen minder op. Bijvoorbeeld, het idee dat Surinamers altijd laat komen. Stel, je hebt afgesproken met een Surinaamse vriend en hij komt te laat. Bij je andere Surinaamse vrienden kan je daar in de toekomst ook rekening mee gaan houden. Ook al is het bij hen nooit gebeurd. Als het bij een vriend van een andere afkomst gebeurt, voor wie de stereotype niet bestaat, zou je het als een losstaande gebeurtenis zien. Nu dat we begrijpen waar een stereotype beeld vandaan komt, kunnen we kijken hoe dit leidt tot vooroordelen en hoe die zich kunnen uiten als discriminatie. Het beeld dat we van een bepaalde groep hebben, gaat onbewust gepaard met gevoelens. We creëren een waardeoordeel en zo ontstaat er een houding tegenover de groep. Deze houding kan zowel positief als negatief zijn of simpelweg neutraal. Net als bij het voorbeeld met het Feyenoord-logo. Deze vooringenomen houding en aanname noemen we een vooroordeel. Van tevoren hebben we al voor onszelf bedacht wat het inhoudt als iemand een deel uitmaakt van een bepaalde groep. Zo werken vooroordelen dus als een soort lens waardoor we mensen evalueren. Vooroordelen zorgen ervoor dat wij ons gedrag aanpassen richting de ander. Negatieve vooroordelen leiden dus tot negatief gedrag. Wanneer we mensen anders behandelen op basis van een sociale groep, is het discriminatie. Zulke discriminatie vindt op zowel individueel als systemisch niveau plaats. Op individueel niveau uiten vooroordelen zich veelal in opmerkingen. Microagressies, uitspraken zoals wat spreek je goed Nederlands of waar kom je nou echt vandaan, zijn hier voorbeelden van. Vaak is het niet slecht bedoeld, maar toont het wel aan dat iemand niet verwacht dat een persoon met een andere etnische achtergrond vlekkeloos Nederlands spreekt of in Nederland is geboren. Ook op systemisch niveau zien we het effect van vooroordelen in institutioneel racisme. Neem bijvoorbeeld het scenario van een sollicitatie. Als het stereotype bestaat dat leden van bepaalde sociale groep veelal crimineel zijn, is de kans kleiner dat een persoon die tot die groep behoort op de sollicitatie mag komen of wordt aangenomen. Andersom gezien zorgen stereotypes en vooroordelen ook voor positieve discriminatie. Bij het stereotype dat een bepaalde groep goed is in wiskunde, is de kans juist groter dat zij worden aangenomen. Hoewel dat onschuldig lijkt, kunnen ook positieve stereotypes ervoor zorgen dat men op culturele, taalkundige, nationale of etnische grond wordt begrensd. In plaats van dat ze worden beoordeeld als een individu. Zo zien we dus dat bestaande vooroordelen leiden tot verschillende uitingen van racisme. Dat onze hersenen op deze manier werken is geen excuus om te discrimineren. Gelukkig kunnen de aangeleerde stereotypes en vooroordelen worden doorbroken. Eerst moeten we ons bewust worden van onze vooroordelen. Dat we mensen in sociale groepen indelen gebeurt nu eenmaal. Maar door ons ervan bewust te worden, kunnen we onze hersenen trainen om anders te denken. Een populaire manier om onbewuste vooroordelen aan het licht te brengen is bijvoorbeeld de impliciete associatietest, beschikbaar op de website van Harvard University. Deze test meet de onbewuste associaties tussen concepten en waardeoordelen. Het gaat niet alleen over huidskleur, maar ook over gewicht, seksen en leeftijd. De resultaten vormen een algemene richtlijn voor verbeterpunten. Verder is het belangrijk om ons wereldbeeld steeds groter te maken. Middels nieuwe informatie kunnen we meer leren over verschillende groepen. Door in aanraking te komen met verschillende mensen kunnen we ons mentale beeld verbreden. Het is natuurlijk wel belangrijk om ondanks deze nieuwe informatie mensen uit andere groepen als individuen te zien. Ten slotte kunnen we heel simpel pauzeren en reflecteren. Wanneer een veroordeelde gedachte opkomt, kunnen we stoppen en onszelf afvragen: waarom denk ik dit? Is het wel waar wat ik over deze persoon denk? Of zou ik dit nog denken als deze persoon er anders uit zou zien? Deze vragen kunnen we natuurlijk ook aan anderen stellen wanneer zij hun vooroordeel uiten. Door actief met deze vragen aan de slag te gaan, maken we onszelf bewust van onze vooroordelen en geven we onze hersenen ook de mogelijkheid om zulke gedachten om te vormen. Je hebt in deze aflevering dus geleerd dat stereotypes via vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie. Je omgeving vormt je wereldbeeld en daar horen ook onbewuste vooroordelen bij. Jouw fout is het niet, maar het is wel jouw keuze of je ze in stand houdt.